goedemiddag allemaal. Tijdens onze eerste persconferentie hebben we gezegd dat we jullie met enige regelmaat zouden bijpraten over de stand van zaken van de formatie en vooruit te blikken ook op het proces. En vandaag leek ons een goed moment daarvoor. Alle belangrijke onderwerpen zijn inmiddels voor een eerste keer aan bod gekomen. Denk aan stikstof, veiligheid, klimaat, bestaanszekerheid, wonen, bestuurstijl. Kortom, de kop is eraf. En we gaan nu een volgende fase in. En die staat in het teken van verdiepen en van uitwerken van de onderwerpen en de thema's. Het gaat dan ook over het maken van politieke keuzes die ten grondslag gaan vormen voor het coalitieakkoord. En om dat op een geconcentreerde en ook efficiënte manier te doen, hebben we afgesproken ook op locatie bijeen te komen met de fractievoorzitters en de secondanten. En dat betekent concreet dat van 27 tot 29 oktober we opnieuw naar landgoed de Zwaluweberg in Hilversum gaan. En een week later gaan we op 4 en 5 november overleggen in het provinciehuis in Groningen. Ik wil benadrukken dat de kop er weliswaar af is, maar er nog heel veel werk te verrichten is. Natuurlijk is er al het nodige overleg geweest met externen. Er ligt veel materieel uit de periode van Herman Tjeek Willink en Mariette Hamer. En daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Dat hoeven we niet allemaal opnieuw te doen. We gaan nog wel een beperkt aantal externen uitnodigen. Volgende week gaan we bijvoorbeeld gesprekken voeren met de directeur van het CPB, de president van DNB en de voorzitter van de studie begrotingsruimte. Wacht een beetje, ik vind het een beetje onrustig. Excuus. Ja, ik ben even niet zo heel goed, maar ik herpak me even. Misschien wat water. Misschien wat water, ja. Ja, hoi. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar... Nou, dankjewel. Ja. Nee, dat gaat goed. Dankjewel. Volgende week gaan we bijvoorbeeld gesprekken voeren met de directeur van het CPB, de president van de Nederlandse Bank en de voorzitter van de studiegroep Begrotingsruimte, om van hen de laatste financieel-economische inzichten mee te krijgen. En daarnaast gaan we nog praten met de Belastingdienst, het UWV, de COA en het IND, die ook nog zullen langskomen voor gesprekken. Verder is er een bewuste keuze gemaakt om serieus te werken aan een nieuwe bestuurstijl en aan het versterken van de democratische rechtsorde. De vier fractievoorzitters zullen daarom een uitnodiging voor een gesprek sturen aan de afvaardiging van ouders die zwaar zijn geraakt door de toeslagaffaire. En het is belangrijk om bij het begin van een nieuwe kabinetsperiode naar hun verhaal te luisteren en lessen uit te trekken, horen wat er anders en ook beter kan. Verder wordt er nog een aantal mensen uitgenodigd die de gevolgen van de aardbevingen door gaswinning aan de lijf heeft ondervonden en ook enkele experts op dat terrein. Het is belangrijk om ook hun ervaringen te horen. Onderdeel van het versterken van de democratische rechtsorde is dat we uit levensechte voorbeelden kunnen leren hoe de verhouding tussen de overheid en burgers kan worden verbeterd. Tot slot hebben Johan Remkes en ik Pieter Omtzigt uitgenodigd voor een gesprek. We hebben steeds gezegd dat we zoveel mogelijk partijen uit het brede midden willen betrekken bij ons werk. En er kon nog niet eerder door een informateur met de heer Omtzigt worden gesproken. Dit was mijn onderdeel. Johan. Op de vorige persconferentie heb ik al gezegd dat deze formatie op een nieuwe leest wordt geschoeid. Dat we kiezen voor een geheel nieuwe werkwijze. Ik heb toen ook toegelicht dat we toewerken naar een beknopt coalitieakkoord en een verdere uitwerking daarvan in een regeerprogramma. Aan onze ambitie op dit punt is dus nog op geen enkele wijze afbreuk gedaan. De afgelopen dagen hebben we in de gesprekken met partijen gekeken hoe we dit concreet handen en voeten kunnen geven. Zonder dat het denken daarover helemaal stilstaat, is er wel steeds meer overeenstemming hoe dat eruit zou moeten zien. Wat ons nu voor ogen staat, is dat in het coalitieakkoord de focus komt te liggen op het wat en op het waarom. De onderwerpen en thema's zullen in dat stramien in het coalitieakkoord worden vastgelegd. Vervolgens wordt een regeerprogramma opgesteld waarin de nadruk komt te liggen op het hoe. Inmiddels is er een voorkeur bij de vier partijen dat dit zal gebeuren nadat het constituerend beraad heeft plaatsgevonden en nadat de bewindspersonen zijn beëdigd door de koning. Anders dan wat ik de vorige keer zei, betekent dit dat het regeerprogramma niet door kandidaat bewindspersonen, maar door beëdigde bewindspersonen zal worden opgesteld. Onze inschatting is dat het nieuwe kabinet in het bestek van een beperkt aantal weken dat regeerprogramma kan opstellen en na afronding daarvan zal het debat over de regeringsverklaring plaatsvinden.
In de periode daarna zullen de afzonderlijke bewindspersonen het regeerprogramma per thema en onderwerp verder uitwerken voor uitvoeringsaspecten. En de bewindspersonen zullen hierover natuurlijk ook overleg met de Kamer voeren. De precieze tijdsfasering en uitwerking van de nieuwe werkwijze moet dus in dat opzicht nog nader worden bepaald. Het blijft in sommige opzichten een kwestie, zoals ik dat de vorige keer heb genoemd, van pionieren en experimenteren. Het doel blijft echter op deze wijze wel helemaal overeind. Dat er met deze werkwijze meer afstand wordt gecreëerd tussen kabinet en de coalitiepartijen. Er ontstaat dus meer ruimte voor de Kamer, ook voor oppositiepartijen om invloed te hebben op het kabinetsbeleid. En er komt meer aandacht voor de uitvoerbaarheid van de voorstellen. En dat alles kan een belangrijke bijdrage leveren aan de nieuwe bestuurs- en de nieuwe parlementaire cultuur die ons voor ogen staat. Gaat het nog lang duren? Ik begrijp die vraag natuurlijk, maar die is nog steeds niet te beantwoorden. Dat is echt koffiedik kijken. Wat ik wel kan zeggen, is dat ik merk dat de partijen vaart willen maken. Er wordt intensief overlegd, zoals door Wouter Koolmees zojuist al is aangegeven, ook al is dat niet altijd zichtbaar. Wat u de afgelopen dagen al wel hebt kunnen zien, is de grotere rol voor de secundanten in deze formatie. Dat zorgt ervoor dat het tempo in de formatie blijft, omdat de agenda's van de fractievoorzitters soms wat lastiger te plannen zijn. Bijvoorbeeld ook in deze week, waarin de minister-president 2 dagen in Brussel is vanwege de Europese Raad, wordt door de secundanten en hun ondersteuning hard doorgewerkt. Dat gebeurt overigens niet altijd via formele bijeenkomsten hier in het logement. Soms wordt ook buiten ieder zicht apart gewerkt aan teksten en voorstellen. En dat zal vooral in de tweede helft van deze week zo zijn. Vanaf volgende week, maandag, is er dan weer overleg in het logement en op de Zwaluwenberg. Het laat in ieder geval zien dat er bij iedereen de wil is om serieus stappen vooruit te zetten. Maar zoals het aloude adagium luidt, niets is besloten totdat er over alles is besloten. Met andere woorden, er is pas overeenstemming over een onderwerp als er overeenstemming is over het totaal. Tot zover de toelichting op onze werkwijze en planning de komende 1,5 week. Wij zullen met een nieuwe tussenstand bij u komen als weer een volgende stap is gezet.